pas voor de mensen en pas voor de keuken. Dat is heel belangrijk. Hè. Als jij die beroepen doet, zeker als je een pas bent, dan moet je een passie doen. Merk, welkom. Pasta peperoncino, 3 filetti. Allora, ci sono qua. 3 filetti. Filetti al forno, l'hai messi già? Prego, 18B. Cose, le varme giunte, è tutto, Peppe. Quei due. Va bene, questo. Aspetta, anche il calamare potete... Pepe Giacomazza is chef-kok van het internationaal gelauwerde restaurant La Botte in Genk, waar hij zijn Italiaanse afkomst in gastronomische gerechten verwerkt. Tijdens hun huwelijksreis in 1977 kwamen Pepe's ouders hier op bezoek bij een tante van zijn moeder. Ze besloten om in België te blijven en openden de pizzeria die zou uitgroeien tot het La Botte van nu. La familia, het leven. Dat is eigenlijk een must van mijn leven om te zeggen, nooit vergeten van waar je komt en het respect, want door die mensen waren wij niet waar we nu zijn. Limburg is gastvrij. Limburg is multicultureel. Een stukje La Dolce Vita in België. Bijna iedereen zegt, dit is ons tweede thuis. Dat is onze tweede huis, maar eigenlijk is onze eerste huis geworden. En ja, wij voelen ons eigenlijk ook heel goed. Ik denk ook anders dan we al lang terug waren. Dat is eigenlijk mijn grootste geluk. Ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn. Ja, dat is het leven. Wat ogen zien, producten zien. Dat is het must van het beste daarvan te maken. En dat kunnen we hier in Limburg zeker doen. Want wij hebben alles. Pepe Giacomazza. Passie voor lekker eten.